vlog van musicalvereniging Combrio. Ja, wij gaan namelijk in oktober, 11, 12, 13 oktober, de musical De Drie Musketeers opvoeren. En ik ga hier even een onderrondje houden met twee hele belangrijke spelers uit deze musical. Oké, Stijn, wie speel jij in deze musical? Ik speel D'Artagnan, een boerenjongen uit Gascogne. En mijn grote droom is om musketier te worden. En voel jij je een beetje verbonden met D'Artagnan? Zie jij overeenkomsten of is het een totaal heel iemand anders? Ja, eigenlijk is het wel een beetje tegenovergesteld wat ik ben. Hij is heel impulsief. Ik denk vaak ook meer na voordat ik tot actie onderga. Hij is af en toe een beetje brutaal. Ja, hij heeft een beetje een kwaai jongen eigenlijk. Maar wel met goede bedoelingen, dat wel. Oké. En dan hebben we hier Tim. Yes. Welke rol heb jij dit jaar? Ja, ik speel toch wel een beetje enge kardinaal Richelieu. Hij is toch wel een beetje de slechterik, denk ik, van dit stuk. Oké. Alhoewel hij zich daar niet helemaal van bewust is, denk ik. Want ik denk dat hij wel echt vindt dat hij het goede aan het doen is. Oké. Maar dat zorgt toch wel voor wat conflictjes. Vooral met de meneer hier aan jouw rechterzijde. Nou ja, zijn rechterhand die daagt mij meermaals uit voor een duel. Ja, ik moet zeggen, er wordt wel een paar keer toch wel flink gevochten in het stuk. Ja, ik maak mijn handen niet vuil hoor. Jij delegeert alleen natuurlijk. Ja, precies. Ik snap het helemaal. Ja. En zit er naast gevechten, zitten daar ook nog liefdestaferelen in deze musical? Ja, meerdere zelfs. Volgens mij hebben we 3 stelletjes. Oeh. Ja, ik geloof het ook. Oké. Maar ik weet niet of we dat al helemaal moeten verklappen eigenlijk. Nee, dat laten we nog even niet vertellen. Nou, ik weet zeker, dat gaat met deze 2 knallers helemaal goed komen. Dus ben je nieuwsgierig? Kom kijken. Bestel kaarten bij de Bussel of kijk op onze site www.musical-combrio.nl. Die bedoel ik. En bestel gauw kaarten, hè. Tot dan!